Bibliotheek De Lage Beemden houdt op de woensdagen 13, 20 en 27 november in het dorpshuis Lieshout 4 workshops programmeren in het TechLab van de bibliotheek voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. De workshops richten zich op kinderen die van onderzoeken en ontdekken houden, van games ontwerpen of aansturen, van robots laten rijden door zelf een route te programmeren. Die heeft georganiseerd dat de TechLab er is. En dit is Jessica. En Jessica die komt 4 woensdagmiddagen jullie lesgeven over programmeren. En dat is Bart. Bart werkt bij de bibliotheek. En Bart is er ook als je vragen hebt. En mijn naam is Angelique. Ik ben ook van de bibliotheek. En als je vragen hebt, mag je die ook aan mij stellen. Ik vind het heel leuk om heel even een kort rondje te doen. Zodat Jessica en Bart ook jullie namen weten. En dan zou ik het heel leuk vinden als je in één zinnetje of in een paar woordjes kan vertellen waarom je meedoet aan het TechLab. Mag ik bij jou beginnen? In de lab zijn in alles genomen wat mijn ouders zeiden schrijven. En ik hou heel veel van met mijn vader op de boerderij werken. Met kokainelijk. En dit vind ik ook heel interessant. En dat vind ik ook wel leuk als ik er meer over kan weten. Nou, doe ik even mee. Helemaal goed! Goed verteld! Ik ben Birk, ik woon ook in de lab. Helemaal goed! Ik ben Vic, ik woon een beetje in Donk en ik vind het leuk om meer te weten over programmeren. En ik hoorde van mannen werden, dat was best wel heel leuk. Ja, heel leuk! Ik programmeren. Ah, leuk Niels! Ik ben Martijn en ik woon in Mariaud en ik vind het ook heel leuk om te programmeren. Kijk! Ik ben Flint en ik woon een beetje in Donk en ja, ik vind het ook leuk mee. Ik ben Han en ik woon in Lieshout en ik vind het ook leuk om mee te doen. Ik ben Misha, ik woon in Lieshout en mijn vader programmeert zelf ook volgens mijn werk, dus ik vind het heel leuk om mee te doen. Oh, dus jij hebt ook wel dingen van Bob geleerd. Een hele korte presentatie en daarna gaan we lekker snel aan de slag met Scratch. Maar wat er voor iets leuks dan?